ze moeten nou eens vechten dat de wielwijkers hier in Wielwijk kunnen blijven. Die achter is de plek dus voor de passagiers. Boom, bedankt. Kijk je erop, de wielwijkers. Goedemorgen. 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 Met de tuin bezig? Ja. Ja, BuurtTV. BuurtTV. Woont u in deze buurt of niet? Ja, ik woon hier. U woont daar binnen? Ja, ik woon hier. Dus u bent even een beetje aan het observeren of de tuin goed gedaan wordt? Ja, inderdaad. Ja. Bent u de tuinman, meneer? Nee hoor, ik ben zijn hulpie. Oh? Ja. Dus eigenlijk is het uw tuin? Het is mijn tuin, ja. Ja. Maar hoe laat u hulp? Laat u even een tuin? Nou, mijn hulp, dat is mijn vriend die zijn vrienden. Ja. Ik woon hier, hoor. Welke plant heeft u nou verplant? De palmlelie of de yucca. Stond die verkeerd? Die stond verkeerd, die stond daar op de kleiafdeling. En een yucca houdt van een zandgrond. Ja. Het is hier zanderiger. Ja. Bent u een tuinliefhebber? Ik ben een tuinliefhebber. Ja? Ja. Zit u hier ook buiten of niet? Ja, maar dan meestal aan de achterkant. Aan de achterkant? Ja. Zou ik dat mogen zien? Dan kijk je uit op de Zuidendijk. Ja. Nou, nee, dat liever maar niet. Nee? Nee. Ik ben wel benieuwd hoe we weer zitten. Ja, achter. Maar hier buiten mag u het wel zien hoor. Ja, maar niet aan die, aan die kant. Nee? Dat is dat geheim? Nee, dat is niet geheim hoor. Nee. Maar hier mag ik wel filmen. Ja hoor, hier mag. Ja? Ja, hier mag je filmen, ja. Maar u zit hier eigenlijk nooit? Nee. Hier zit ik nooit. Hier kijk ik op als je hier zo langs komt. Oh. Ja. Ja. Gaat hij weg of niet? Nee, die heb ik net gepoot. Net oké. Okay. Die heb ik net gepoot. Die heeft hij gehad van zijn broer. Oh. Maar ja, het is nog een kleintje. Je moet er een beetje om lachen. Ja, ik. Ik kan zo lachen, ik kan zo huilen. Ja? Sorry. Ja. Maar u komt er niet vandaan? Nee, hoor. Ik kom uit Rokanje. U komt helemaal uit Rokanje, ja. Om uw vriend te helpen? Ja, dat doe ik al 22 jaar dus. Ja? Ja. Oh, dat is echt een vriendschap, meneer. Ja, hè, meneer. 22 jaar. Inderdaad. Ja. Hoe hou ik het vol? Hoe is het hier in de buurt? Nou, prima hoort hier in de buurt. Ja? Ja. Ja, wat voor woningen zijn het eigenlijk? Dat zijn zogenaamde focuswoningen. Dat zijn woningen, focuswoningen. Die zijn speciaal voor gehandicapten. Ja. Ja. Dus. Wat mag ik vragen, ja. wat u heeft? Ik heb MS, multiple sclerose. Dus zo'n woning is voor u ideaal? Ja, dat is ideaal, ja. En dan de hulpverlening die gebeurt. Door de stichting Focus en die zitten daar schuin tegenover. Ja? Daar aan de overkant. Dus u heeft eigenlijk dag en nacht heeft de beschikking over? Ja, 24 uur zorg is het. Ja. Is het een uitkomst voor mensen met handicap? Ja, dat is een uitkomst hoor. En het zijn zo ongeveer 12 woningen, als ik het goed begrijp heb. Hier. Ja. Zijn allemaal mensen met dezelfde handicap als u of niet? Nou, nee hoor, allemaal verschillend. Ja. Heeft u veel contact met de buren? Nou, nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Nee? Dat is mijn hondje. Is dat uw hond, meneer, ja, of niet? Nee, die is van mij, ja. Die loopt zomaar een beetje in de tuin van uw vriend. Ja, maar ja, mijn vriend wil graag dat hij meekomt. Want... Maar bent u niet bang dat die hond in de tuin wat doet? Nou, dat mag u wel doen door het mest. Ja, ja? Dat mag wel, ja. Ja, dat is prima. Nou, er valt wel veel te lachen hier vandaag volgens mij, hè? Oh, kijk, de buurvrouw die kijkt ook door het raam. Oh ja, die zit er ook maar gelijk op, joh. Oh, het gordijn gaat dicht. Ja, gordijn gaat dicht. Gordijn, die is niet gediend van de camera. Nee hoor. Nee. Maar wel smerige handen ervan gekregen, hè? Ja,
Ja, maar ik was vroeger hovenier, dus... Ja? Ja. Oh. Ik heb last van mijn rug. Ja, dan moet je niet zo staan, hè? Nee, niet goed. Maar ja, hoe komen ze er anders in? Ik kan wel op mijn knieën gaan zitten, maar ik word mijn broek zo vuil. Zijn het nou bollen of niet? Ja, dat zijn bollen. Ja, dat is natuurlijk daar niet de goede tijd, hoor. Nee. Als het uitgezonden wordt, dan zeggen ze, nou, dat is ook een hovenier. Dat hoort in oktober, september te gebeuren. Maar die was u vergeten, die bollen? Nou, we dachten ze staan er goed. Maar ja, nu staat die palmlelie er. Dus daar kwam het een beetje in de knel. Dus nu moest ik ze even verzetten. En wat voor bollen zijn dat? Gladiolen. Maar dat zijn die gladiolen, ja, zijn dat? Dat zijn die gladiolen. Maar wordt het dan wat als het nu in januari... Nee, van het jaar niet. Nee? Nee, dat wordt niks. Maar dat jaar erop dan... Ja, dan gaan ze weer gewoon verder, hoor. Dat is de beste wensen, hè? Hallo, ja, bedankt, joh, ook zo. Ook echt de beste wensen. U ook. De gladiolen gaan de grond in, meneer. Ja? Ja, ik heb er gewoon een die komt op de tv. Het is van Dordrecht TV, dus. Oh, wacht even. Ja. Heeft u nog een... Ik ben hovenier geweest, hè? Heeft u nog tips voor kijkers? Nee. Ik heb wel in de tuin gewerkt, maar ik had geen diploma's, dus dat... U bent geen Rob Verlinde? Nee, ik ben geen Rob Verlinde. Nee, ben je gek? Nee. U lijkt er wel een beetje op. Vind je? Nou, maar die heeft een Amsterdams accent, hè? Nu ben je echt een Rotterdammer. Nou, als je mij hoort praten op Serokanje, zo sta je me niet, hoor. Nee? Nee. Doet u eens? Nou, ik moet nog butter gaan halen in het dorp. Oké. Okay. Ja. Maar ja, het is al vandaag alweer de 12e, geloof ik, hè, dus... Zijn ze geplant? Ja, het is klaar. Nou. Ik ga de boel opruimen. Ja, dat is een nood. Je gaat natuurlijk om deze tijd geen bollen verpoten. Dat doe je niet. Dat doe je september, oktober. Ja, ze stonden nou in de weg. Oh, dan moet hij nog verpoot worden, hè, zei jij, hè? Die moet nog verpoot worden, hè? Hier naartoe, hè, zei je, hè? Ongeveer. Nou, ik hou niet langer op. Succes nog, hè? Ja, het allerbeste. Denk om je rug. We komen wel eens terug. Dat doe ik net een pak aan. Tot ziens, hè? Ja, te kijken hoor. Ja, en succes.